Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Na de mooie en ruime overwinning afgelopen weekend staat nu AZ uit voor de deur. Ja, hoe gaan we daarheen? Nou ja, dat is wel een andere koek natuurlijk, een ander niveau. Niks ten nadele van Sparta, maar iedereen weet wat voor seizoen AZ heeft. Een heel goed seizoen, goede ploeg, goed elftal, spelen de bekerfinale. Maar ik zie er ongelooflijk naar uit, want ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het elftal het daar gaat doen. Ja, wij gaan gelukkig met een goed gevoel daarheen natuurlijk. Mooie uitslag afgelopen wedstrijd. Dat is natuurlijk weer geweest. We leven nu weer naar AZ. Goed team. Ja, die het goed doen dit seizoen. Die toch met schuin oog naar de bekerfinale kijkt. Dus hopen dat we ze daar daarop kunnen pakken ook. Dat we het even door kunnen zetten. En daar we de overwinning mee naar huis nemen. En je noemt het al, ze spelen een paar dagen later de bekerfinale. Vorige keer ging dat hier dan ook volop over. Van, gaat de ploeg er dan nog wel 100% voor in de dagen daarvoor? Ja, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ze zullen niet een wedstrijd laten lopen. Maar je weet wel dat het in het hoofd van spelers zit dat ze zondag bij die bekerfinale, daar willen ze absoluut op het veld staan. En dat begrijp ik volkomen. Dat is de wedstrijd van het jaar. En daar wil je bij zijn. Je krijgt niet zo heel veel kansen om prijzen te halen als spelers. En als je een prijs kan pakken, wil je daarbij betrokken zijn. Dus natuurlijk zit dat in je hoofd. Ik heb zelf twee finales gespeeld. Dus het is gewoon automatisme. Je denkt gewoon aan de finale. Je kan het wel voor jezelf voorleggen van niet. Natuurlijk gaan ze gaan niks weggeven tegen ons. Ze gaan geen cadeautjes weggeven, maar ze zitten wel met hun hoofd op zondag. AZ, een sterke ploeg, kent een heel goed jaar. Ja, hoe moeten wij ons daar tegen wapenen in Alkmaar? Zoals we het afgelopen zaterdag ook gedaan hebben. Dus wij moeten gewoon ons spel spelen. En wij moeten spelen om te winnen. Kijk, je hebt twee opties. Je kan spelen om niet te verliezen. En je kan spelen om te winnen. En ik hou van spelen om te winnen. Dus wij zullen gaan spelen om daar een goed resultaat te boeken. Ten eerste omdat het een geweldige uitdaging voor ons is om bij AZ uit te spelen. En ten tweede omdat we dat ook nodig hebben. Een goed resultaat om te kijken of we die play-offs kunnen halen. Want dat is natuurlijk het eerste doel. Nou ja, daar is dit een moeilijke wedstrijd voor. Maar het is natuurlijk een prachtige uitdaging om te laten zien voor dit elftal, deze selectie van ons, dat ze ook tegen een club als AZ een goed resultaat kunnen boeken buitenshuis. Dus dat heb ik ze ook aangegeven. Die spelen mooi voetbal, die hebben een heel goed seizoen. Maar uiteindelijk zullen hun toch gericht zijn op zondag. Want een goed seizoen hebben ze, maar ze hebben nog geen prijs. Ze moeten eerst tegen ons, daar hebben ze een heel lastige kluif aan. En dan wens ik ze pas succes voor zondag. Na zo'n mooie 7e overwinning op Sparta is het natuurlijk heel makkelijk om in de euforie te blijven hangen. Maar dat is dan misschien gelijk ook het gevaar, want morgenavond moeten we het gewoon opnieuw laten zien. Ja, maar ik ben niet zo iemand van euforie en dat soort dingen. Gewoon de volgende wedstrijd voorbereiden. Ik zit niet zo snel in de euforie en ik zit ook niet zo snel in de put. Voetballen is elke dag weer anders. En je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Vandaag zijn we geweldig nog. En woensdagavond hoop ik dat we nog goed zijn. Maar woensdagavond kunnen we ook weer heel slecht zijn. En dat is voetballen. Zo werkt voetballen. En ik zit er lang genoeg in om er zo in te staan. En dat geeft de groep ook mee. Je moet elke wedstrijd weer opnieuw presteren. Want elke wedstrijd krijg je weer een nieuwe beoordeling. En zo werkt voetbal nou eenmaal. En voor jezelf, leuk om weer terug te keren naar AZ. De club waar je ook gespeeld hebt. Ja, ik heb daar een geweldige tijd gehad. Leuke mensen, goede club. Alles goed geregeld. En ik heb vandaar de stap naar het buitenland gemaakt. En ik ben nu weer terug in Nederland. Dus vind het leuk om weer terug te zien. Misschien zit het nog wel bekende. Maar in de voetbal gaan veel mensen. En er komen weer veel mensen bij. Dus ik ben benieuwd wie ik nog ken. Hoe staat de ploeg ervoor? Goed, we hebben eigenlijk alles wel fit. We hebben voor het eerst ook Arnold Kruiswijk bij de selectie. Dus dat is hartstikke mooi. Dat wil niet zeggen dat Arnold al helemaal topfit is. Is niet vanaf het begin inzetbaar. Maar als we hem nodig mochten hebben, dan is hij inzetbaar. En Arnold is voor mij een bepalende speler. Is voor mij een belangrijke speler in de selectie. En als ik hem erbij kan halen, al is het nodig voor een half uur of 25 minuten, dan is hij voor mij van waarde om bij de selectie te voegen. Eerst woensdagavond zelf winnen en dan pas succes wensen. Ja, zo is dat. Ja. Daar gaan we voor. Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop.